Ran Antongo, icoon Eddie Edgar van der Hills is gisteren op 78-jarige leeftijd overleden. Hij studeerde linguïstiek in het bijzonder die van de Afrikaanse en Creooltalen aan de Rijksuniversiteit Leiden in Nederland. In 1984 was van der Hills lid van de Nationale Spellingcommissie voor het Ran Antongo en adviseerde dezezelfde commissie in 1986 over de nieuwe officiële spelling. Dit advies werd in de resolutie Ran Antongo spelling 1986 vervat. Van der Hills was ook actief binnen de stichting Sranang Academia, die zich beijverde om het Sranang te bestuderen en te promoten en heeft 8 Ran Antongo publicaties op zijn naam staan. In 1987 begon hij met een cursus Sranang bij de STVS, die hem inspireerde tot de uitgifte van het Ran Antongo spelling- en grammaticaboek Scrivi Ran Antongo Boom, Lesi in Buntu. Een boek dat voor vele Ran Antongo sprekers en schrijvers als belangrijke bron wordt gehanteerd. De Surinaamse Ran Antongo-icoon werd door NACS geselecteerd voor de NACS-iconenkalender van 2023. In maart verleende hij nog schriftelijk toestemming om op de iconenkalender te worden geplaatst, aldus een persbericht van NACS.